That's a good backdrop. I like it. That was my design. But the nice thing about small rooms is often you can get a richer, cleaner sound. So that's, yeah. It's pluses and minuses. We would say in England, swings and roundabouts. I haven't been in this room for a while, but I always remember this room being a good sounding room. It is. Because of all of this. Because it's dry. Het hele programmatieteam is natuurlijk tuk op deze kleine, intieme AB-club waar je eigenlijk volledig je goesting kan doen. Of het nu noise is of tango, of het nu jazz is of dance. Hier kan je eigenlijk alles kwijt op een podium waarvan je denkt van dit heeft een gezicht, dit heeft een bakkes. En hier zit eigenlijk wel een toekomst in. Hoe radicaal of hoe moeilijk of hoe onbekend de muziek ook kan zijn. Vanavond staat hier op het podium van de AB-club Jesse Ware. En die show is eigenlijk een aantal maanden geleden al geboekt. Het moment dat je zo'n act boekt, weet je nooit hoe populair of hoe groot die gaat worden. Je kan het alleen maar hopen. En het mooie is dat ondertussen er al een grote zaalshow in verkoop is van Jesse Ware. En op amper een uur tijd gingen al 1000 tickets de deur uit. Wel, dat betekent eigenlijk dat de mensen vanavond een unieke avond gaan meemaken. En de kans dat je Jesse Ware nog op zo'n of in zo'n kleine club aan het werk zal zien, is quasi onbestaande. One, two, check. One, two. Like a ghost, I cannot see. Vocal is the main problem, for me, anyway, especially with Jessie, because her vocal range is very dynamic. It's very loud, very quiet, lots in between. So in a small room, even without the PA, when you have a live band, they make a lot of noise. So you're fighting all the time to try and push the vocal level through the regular noise floor before you even begin to put the band into the PA. So for me, the main difficulty is being able to find the right balance between the room, the band, and the vocalist. Sorry, Jesse. Can you do exactly what you were just doing again for me? One, two, check, yeah, one, two. I didn't know whether Belgium would be very interested in me and whether they'd like the music or not. So we went for the smaller room. So I was really excited because I quite like that. I like that it's intimate, I like that it's quite exciting. And I didn't know that whether we'd sell that out. And then it did get sold out. And then Wildest Moments started getting played quite a lot on the radio and I came here to do some like interviews and stuff and and I think that helped. And so it meant that for March, we could have a bigger room. But I feel like tonight's gonna be really special because those are the people that bought those tickets before maybe I was on the radio the whole time. And, you know, they were supporting me from the beginning. Important thing when you arrive to the venue is to check what your rider's saying and what and I just go straight for the food and drink. I'm like that's the most important thing to me, the food and the drink, and just I think, you know, I get to sit for a bit because I'm not the drummer, so I'm not the first one like that. I'm the last one on, so I just get to sit and you check if there's Wi-Fi. So you can, like, email your mum. And I think those are two of the most important things, especially if you're away from home, so Wi-Fi and food.
I remember it being a really good sounding room, but this is really very much a Jesse Ware kind of room because it's small, but it's controllable. So it was a good sound check, and I'm really, really happy. It's hopefully, fingers crossed, it should be a really good show. Voor de eerste keer mag ik hier in de AB staan en het is echt, voor mij is dat eigenlijk een beetje chockerend, want ik heb hier nog nooit gestaan en ik hoor enkel van ja, Chris Brown heeft hier gestaan, nog alle artiesten hebben hier gestaan en zo en ik ben een beetje gechoqueerd van what the hell am I doing here? Right on, go! Hey yo, I ain't chasing pavements, I'm chasing paper. No little leaks, so I aim for the majors. Came from the bottom, straight to the top. From rags to riches, and I'm never gonna stop. Girls wanna beat me, boys all crave me. Haters gon' hate, but I don't let it faze me. Got you all belly up, jealous of me. Ik ken haar niet goed of persoonlijk, maar ik heb er straks wel met haar gesproken en zo. En ze is echt een sympathieke persoon. En dus, je verwacht dat niet van veel artiesten. Hè. Dus, dat is iets totaal anders en we hadden gewoon gesproken en zo. En alles is echt lief en zo. En ze zei, ik ga komen zien. En ze heeft iets getweet op mijn Twitter. En wauw, dat geeft me wel een goed gevoel. Hè. You see me coming through, and boy, you're scared of that. I'm bringing something. Track. I advise you to not look down, but I got you up so high you can't see the ground. I'm a star, can't nobody stop me now. Touchy subjects, hands into me, cause I'm the vibe rappers like a high school bully. That's no brag, I spit the truth, I got sweat like I was born inside a booth. You see me coming through, and boy, you're scared of that. Het is wel degelijk een betrachting om wat in de club staat op termijn te laten doorgroeien. Zodanig te begeleiden dat ze mooi doorgroeien naar de grote zaal en dat we ze dan misschien weer kwijtspelen. It's really lovely to be here because I think in March we're doing the big room. So this is special. So thank you. Thank you for all getting me to go. Thank you for getting the tickets before every bugger had wildest moments on radio. So thank you very much. Dat zijn eigenlijk bands op het moment of de dag dat die show plaatsvindt, dat die makkelijk een grote zaal zouden kunnen uitverkopen. Terwijl op het moment dat je die groep boekt, of die artiest of artiesten, dat je eigenlijk nog al die parameters niet in handen hebt om dat te kunnen voorspellen. Je hebt één nummer dat je kan beluisteren, een tweede track. Vaak zijn er nog geen live beelden van die band beschikbaar. Kijk, en dan blijkt dat later die groep toch wel ontploft. En dat is eigenlijk altijd wel een heel mooi gevoel. Het is alsof dat de buitenwereld of Pop in het Vlaanderen dan zegt van, jullie hadden gelijk. Try.